Hallo, dit zijn de kaartjes voor de leeuw voor maart 2021. Zeemerminnenkaartjes liggen er, dus we gaan maar eens even kijken voor jullie lieve leeuwen. Ik had eens kruisen, dus eerst de uitgangssituatie. Oké. Het is eigenlijk een tijd van groei. Ze laten eigenlijk een tijd van zwangerschap zien hier. Hè? Maar dat is ook fysiek de spiritualiteit van de aarde. Maar ook een community waar je bij hoort. Waar je graag bij wil horen. En dat brengt gewoon groei. Dat brengt ook spirituele groei, zeg maar. Lemuria. De blokkade is eigenlijk ontvankelijk zijn. Ontvankelijk voor de... Sta je zelf toe om te ontvangen en sta je zelf toe om te geven. Dat dat dan ook in balans is. Hè, hier wordt er iets gebracht, maar jij geeft ook heel veel dingen weg. Dus maar sta open dat je niet alles zelf hoeft te doen, dat je ook dingen krijgt. Oké, dan gaan we even kijken naar de onbewuste kaarten. En dat is het schelpenorakel. En dit is meer van, jij gaat gewoon ergens nog een guiding krijgen. Een waarzegging, een wijsheid. Ja, en dan van het universum. En dit is dan even van de schelpen, maar... Weet dat jij nog ergens een verduidelijking gaat krijgen. Vrijheid, ja, dat vind je wel heel belangrijk. Onafhankelijkheid en zelfbeschikking, hè? En ja, je wil je eigenlijk daar... Dat dat ook weer in balans is. Samen zijn... En individuele vrijheid hebben. Maar dat is ook goed, want als je dus ook voor je zelfbeschikking hebt, dan kom je ook voor jezelf op en dan is je keelchakra ook weer geopend. Oké, bewust zeg je van hou vol. Het uitgangsvermogen is goed. Hè? En hou vol. Dus ook weer samen met iemand. Maar eigenlijk ergens voor gaan, hè? En dan ook met die guiding ergens voor gaan. En waar komt dat dan op uit? Want dat is dan de toekomst. Oké, naar iemand verlangen. Of juist, als je niet in een situatie zit waar je die vrijheid niet kan krijgen, hè? En je wil eigenlijk een kant op dat die andere partner ook niet wil, dan kan dat tot een ongewenste scheiding leiden. Maar het gaat meer om het verlangen en dan heb ik ook dat je eigenlijk wel hunkert naar een partner. Naar iemand verlangen, zelfs een hunkering wel. Dus weet als dat zo is, dat dat dan moeilijk wordt, hè? Dus als je gewoon dag voor dag leeft en wel het kenbaar gemaakt heeft in het universum en verder loslaat, ja, dan en net ook doen alsof die partner er al is, zeg maar, dan komt het ook sneller naar je toe. Maar laat die hunkering los, probeer dat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Eens even kijken. De ik. Nou, je bent wel vruchtbaar. Dus je bent vruchtbaar voor potentieel, krachtige, creatieve energie. Het kan een nieuwe inwijding. Ja, het is eigenlijk een soort van geboorte. Nou, waar hadden we nou die... Oh, mooi. Dit was de zwangerschap en hier krijg je het kindje, zeg maar. Dus eigenlijk is het heel... Die spiritualiteit is al begonnen. Maar ja, je hebt heel veel mogelijkheden, zeg maar. Mooi. Ja,
je houdt de aarde en je houdt eigenlijk, hè, de aarde hou je ook in je hand. Hè? Wij kunnen zelf allemaal zo krachtig zijn als wat hier ligt. Maar jij gaat het ook echt bereiken dan, lieve leeuwen. Oké, de invloed van anderen zeggen, ja, Afrodite keert terug, dus die sensualiteit leiding, geboorte van de godin, dus die vrouwelijkheid, hè, maar ook gewijd, je bent toch iemand die gewijd handelt, hè, de energie heeft van een godin. Mooi. Wat vindt de, ja, heb je het goed gezien met die mooie dolfijnen erbij? Wat vinden anderen van je? Dat je meer naar de vrouwelijkheid toe gaat? Dat jij echt een godin bent? Nou, hier zie je ook wel dat je echt een godin op aarde bent. Nou, dat zijn we eigenlijk allemaal, hè? Oké. Ja, je hoop is om meer verliefd te worden. Het goddelijke in een ander aanraken en in jezelf. Dus, nou ja, dat zou je heel graag willen. Dus je hoop. En waar gaat het dan naartoe? Naar transparantie. En dat is wel heel mooi. Vruchtbaarheid en hulp krijgen van een guiding van iemand. Ik kan je misschien wel helpen. Weet dat je altijd voor jezelf wil kiezen ook. Ook als je verliefd wordt, heb je je eigen ruimte nodig. Maar transparantie is eerlijk, geloofwaardig, echt en aanwezig. Heel mooi, lieve leeuwen. Nou, ja, dat verlangen naar die relatie, daar ligt het helemaal. Hè? Of om een verdieping van de relatie. Ik hoef eigenlijk niet meer een kaartje erbij te hebben, want het is wel helemaal duidelijk voor jullie. Ga nog iemand bij wie je guiding kan krijgen, hè? Voor je onbewuste. En probeer het verlangen los te laten, want het verliefd worden, ja, je gaat naar heel helder worden en dan komt die, ja. Hier zit al vruchtbaarheid, dus daar zitten al mogelijkheden. Je gaat al die veranderen en transparant worden en dan trek je van alles aan, hoor. Dus maak je daar geen zorgen voor. Heel veel liefde en licht, lieve leeuwen. Abonneer je en graag zie ik jullie weer volgende maand.